het besluit is gekomen vanuit het congres, dan respecteer je dat. Maar mijn mening blijft, blijven in deze coalitie betekent dat de Nationale Partij Suriname haar kracht om te doen wat ze moeten doen voor land en volk niet heeft. Haar stuwkracht om verder te komen in politiek Suriname niet heeft. En daarom moesten we eruit. En daar sta ik nog steeds achter. En dat is een mopo dat je ook naar Bartje Porti. Long mopo naar Noti. Maar ze doen dat voor ze, Sayodu. Ja toch mensen, ze doen dat voor Sayodu. Koos de Bode in het congres, ja. We zetten aan de toetoon, ja, ze ongeveer een partijcentrum. Wat oplossen moest continueren. En daarom mijn afstandsvoter van het congres, namens de afdeling van certificaat, doen we een schorsing. Dan gaan we een schorsing in van 10 minuten. En ik denk dat hij na lang onderling beraadslagen dat wij een motie hebben die wij willen in afgeven, indienen aan het congres, voorzitter. Ik ga nu de motie voorlezen. Motie in verband met het congres van 30 oktober 2022. U bent persoonlijk getuige van het besluit genomen door uw congres. Het congres zegt de Nationale Partij Suriname stapt nog niet uit de regering. Het besluit daartoe zal op een nog nader te bepalen datum genomen worden indien geen wijziging in het partnerschap, in de samenwerking wordt geconstateerd. Dat is wat de motie aan ons duidelijk maakt. Het besluit van het congres is niet het einde voor mij. Omdat de Nationale Partij Suriname veel groter is dan wat het congres vandaag heeft besloten. We zijn er al 76 jaar als partij. We hebben vele tijden meegemaakt van beroering. En we gaan door. Standvastig is deze vrouw. En ze gaat verder met haar strijd. De teleurstelling die druipt van uw gezicht. Oh, ik zie het zo aan uw gezicht. Nee. Heb je nog hoop in deze coalitie? Samenwerking. Dus kijk, het is dat ik teleurgesteld ben. Hè. Bij mij gaat het erom. Wanneer ik naar de Nationale Partij Suriname kijk, dan gaat het voor mij. We hebben regeer mag nodig door zetels. Je gaat niet in een verkiezing en heb je nul zetels en je kan aan een tafel zitten. Je moet zetels hebben. En voor mij is dat belangrijk. En als ik daarnaar kijk, dan zeg ik voor mij is belangrijk, wat is de next step? Wat moet Patricia NL doen om daadwerkelijk te gaan werken in het veld, om die NPS groter te maken? En misschien lijkt het op teleurstelling, maar niet wanneer je kijkt naar het gezicht, is dat wat het is hoor. Want er gaan vele dingen in mijn hoofd van, wat is de next step? Wat is het? En de next step is harder gaan werken in het veld. Harder met de mensen gaan praten, nog meer. Die Surinamer overtuigen dat ze aan de zijde moeten staan van de overwinning voor land en volk. En we hoeven in de NPS niet allemaal één te zijn. We mogen onze eigen mening en denken hebben. En mijn mening is en blijft, we mogen niet langer in deze coalitie. Dus ik zal blijven vechten daarvoor.